met het doel mensen wereldwijd ervan bewust te maken dat er onterecht een taboe er rust op het uitkomen voor je seksuele geaardheid, is er een dag ingesteld waar men uit de kast mag. Gisteren 11 oktober was deze dag. Coming-out-dag en volgens de LGBT-gemeenschap begint men in Suriname steeds meer te beseffen dat we allemaal bij elkaar horen. Sherwin Vreeswijk, organisator van dit evenement, geeft aan dat ook degenen die niet in het kast zitten, maar gewoon meer willen weten over de LGBT-gemeenschap, welkom waren op de avond. In Hotel La Petite Maison, waar de Coming Out Day is gehouden, hebben 5 sprekers hun eigen Pride Story verteld. Wij brengen nu enkele fragmenten uit de verhalen van de gay Jeremy Turnim, de transgender Quinny Dior en de vader van een jonge LGBT'er, German Day. Die, vanaf die dag, ik weet precies welke dag het was 18 december 2013 en het gebeurde om 4:15 middags. Ik vergeet het nooit meer. Ik ging naar mijn kamer vanaf die dag tot april 2014 hebben mijn moeder en ik niet gesproken. We woonden in één huis, we liepen langs elkaar, het was af en toe misschien goedemorgen, goedemiddag. Oh Jeremy, kan je misschien even de afwas doen? Dat was het. Hoe was het op school? Zou je even met me mee kunnen? We woonden toen op Aruba, ik weet niet of ik dat heb gezegd. Ik woonde toen nog met haar op Aruba. En het was de bedoeling om juli 2014 met vakantie te komen naar Suriname. En ik heb in april 2014 tegen mijn moeder gezegd, wanneer je het ticket gaat betalen, doe voor mij gewoon een one-way ticket naar Suriname. Al vanaf ik klein jongetje was, wist ik eigenlijk echt al dat ik een meisje was, ook op school. Het was een probleem voor mij om in de jongensrij te staan. Mijn juffrouw moest me trekken. Quintino, je moet in de jongensrij staan. Nee, juffrouw, ik moet in de meisjesrij staan. Wat bedoel je nou? I stepped up, I got my shit together, and all the things that I've done and what people did to me, en ze maken het nog steeds makkelijk voor mij als transgender. Ik hoor iedereen praten, ja, ik red het wel. Ik red het niet soms. Ik red het niet soms in Suriname met al die dingen die mensen tegen me zeggen. Iedereen zegt, ja, maar nou, in Suriname redden ze het wel hoor. Helemaal niet. Je kan niet in een interview zeggen, het gaat goed met die transgenders. Het gaat helemaal niet goed met die transgenders. Niet omdat je het niet leest in de krant of op tv ziet, wil dat zeggen dat het niet gebeurd is. We vinden het natuurlijk belangrijk dat je weet dat er x aantal dingen ons zijn opgevallen. Ik dacht, nu pas. Nu pas. Nee, we lachen erom, maar als ouder of als verantwoordelijke, als verzorger, ja. De signalen zijn er. Maar omdat we vaak genoeg willen dat kinderen zijn wie wij geprojecteerd hebben dat ze moeten zijn, dan sluiten we ons af daarvoor. En hoe eerder je dat laat vallen, hoe makkelijker het is om het kind zeg maar te accepteren voor wie hij of zij is. German Day, die heel openhartig het verhaal heeft verteld van zijn zoon, die recent uit de kast is gekomen. Het doel van de organisatie was Pride Stories, die herkenbaar zijn voor zoveel mogelijk groepen binnen de LGBT-gemeenschap te delen. De sprekers hebben geprobeerd met hun verhaal de gemeenschap te inspireren en te laten zien dat niemand er alleen voor staat en dat elk mens trots mag zijn op zichzelf.